Stefan Rijden, de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding. Verlies je met 0-1 van Tech. Wat zegt deze wedstrijd? Ja, het is een hele lastige wedstrijd tegen een fysieke ploeg waar je eigenlijk alleen maar uit de duels moet blijven. Maar op het einde toen kwamen we wel heel veel in de duels en toen begon het ook nergens meer op te lijken, vond ik. Maar ik ben blij dat we in ieder geval zoveel mogelijk heel zijn gebleven. En helaas hebben we dan op het einde weer een goal tegen. Maar ik had graag vandaag nog gewonnen voor de laatste oefenwedstrijd. Ja, we komen daar ook even terug op die wedstrijd. Want je zegt dan, volgende week begint de keukenkampioendivisie. Thuis tegen Helmond Sport, zijn jullie er klaar voor? Ja, ik denk dat we zo goed mogelijk klaar voor moeten zijn. Het begint al snel, dus we moeten zorgen dat we er staan. En we moeten gewoon in de vliert punten pakken en gewoon laten zien dat er hier niks te halen valt. Ja. Wat dan de pech is, is dat je weer een aantal spelers of in de wedstrijd of vlak voor de wedstrijd, of al in de voorfase moet laten gaan door blessures. Ja, ik hoop dat ze fit genoeg zijn voor volgende week vrijdag. Maar ja, het is helaas zuur dat die jongens dan net voor de wedstrijd weer geblesseerd raken. Waardoor we eigenlijk weer moeten switchen in de wedstrijd en voor de wedstrijd zelfs nog. Dus dan wordt het lastig om een wedstrijd te beginnen. Maar je moet zo goed mogelijk je best doen en zo goed mogelijk resultaat halen. En vandaag helaas niet gedaan, maar ik hoop dat ze er volgende week weer bij zijn. Ja, dan over de wedstrijd tegen Tech. Je verliest uiteindelijk vlak voor tijd door een doelpunt van Bo van Essen met 0-1. Waar ik denk dat je vlak van tevoren gewoon die wedstrijd zelf moet beslissen. Stond er nog een rekening open tussen enkele spelers van Tech en Steven van der Heijden? Want ze moesten wel jou hebben. Ja, ik heb wel een paar tikjes gehad, ja. Maar niet dat ik me kan herinneren dat ik nog wel rekening open heb staan. Maar het sloeg op een gegeven moment nergens meer op. Maar we hadden wel genoeg kansen om van tevoren al die wedstrijd op slot te gooien. En dat hebben we helaas niet gedaan. En dan krijg je hem weer in de 90e minuut op je neus. Ja. Dat is de harde waarheid. Je bent zelf nog een jonge speler. Als ik dan met alle respect kijk weer naar die gasten die om jou heen. Er lopen wel weer talenten rond. En als ik er dan één uitpak, die Ryan Leijten, die kan aardig ballen. Ja, die kun je altijd inspelen. Is een goede speler. Laat zich ook goed zien. Is natuurlijk nog jong, dus moeten we nog wat tijd geven. Maar hij laat zich zeker zien. Klopt op de deur. Ja, en als ik dan even naar de opstelling in de loop van de tweede helft kijk, dan zie ik Wouter van der Steen staan. En daarna lijkt mij Steven van der Heijden een van de oud-gedienden, terwijl hij zelf nog zo jong is. Ja. We hadden het toevallig pas nog over dat ik gewoon nu, ik denk in de top 6 oudste zit. Dus ja, de selectie is heel jong en ik denk dat er nog wel wat bij gaat komen. Maar het is wat het is nu en we moeten er het beste van maken. Ja, verandert dat ook jouw rol in de kleedkamer? Nee, ik zal altijd gewoon proberen die jongens scherp te houden en ze zoveel mogelijk aan te jagen om resultaten te boeken natuurlijk. Maar verandert niks eigenlijk. Ja. Hoe kijk je terug op je eigen voorbereiding? Ik denk dat ik wel gewoon mezelf heb laten zien en ik hoop dat ik daarmee mijn plekje heb verdiend en ik hoop dat ik tussen de eerste 11 kom te staan. Ja, vanaf volgende week gaat het om de punten weer. Dat is het belangrijkste, 3 punten. Daarom. Succes. Dankjewel.